Thomas, proficiat met de 3 punten hier in Steen. Gelijk opgekomen wedstrijd tegen Sharon. En de tweede plaats is nu toch wel een beetje stevig in grip voor de winterstop. En al met al een verdiende overwinning, waar Sharon naar mijn mening toch iets te weinig kreeg. Nou, Sharon heeft zijn huiswerk goed gedaan. Die hebben de bus geparkeerd, wie ze dat in voetbaljargon gewoon zeggen. Zodat we niet echt gewoon een voetbal toekomen in de zin van veel kansen creëren. Maar ik vond wel tof voor de 90 minuten gezien een verdiende overwinning hebben gehad. Voor ze ook toch wel geduldig. En zeker als ze de tweede helft kiest. De eerste 10 seconden deelt heel Steen door zijn hart vast. Nou ja, goed, het boetespel, dus dan is het simpel. Er is niks aan de hand. En de goal dat veld dus vrij laat, laatste kwartier. En toch eigenlijk een beetje bevredigende treffer. En toen ging de start ook een stuk vrijer weer voetballen. Wat eigenlijk de vuur toch gaat minder worden. Ja, nou, ik heb dat ook tegen de jongens gezegd. Dit is geen wedstrijd wie Simpelveld of Hoensbroek wat ze met 7-0, 7-0 wint. Als een wint, dan heb ze een denkje door. Nou, die goal kan ook de 89e minuut vallen. Dus, en zou net een aantal sterke jongens voor instaan die ook een goal kunnen maken. Dus ze moesten de tent niet opengooien. Dat hebben we niet gedaan. We hebben geduldig gewacht. En dat is beloond. De eerste helft wordt ook aardig gekant, zo over en weer. Steen houdt natuurlijk de beste kans tussen de 10e en de 15e minuut. Daar wordt een sterk evenwicht en daarna wordt het toch weer redelijk een evenwicht. Nou ja, goed, ik denk dat je het anders gezien hebt. Ik heb misschien vanavond de bank, maar volgens mij heeft Sharon geen enkel kans gehad voor ons. We hebben alleen maar verdedigd. En goed, ze zijn een paar keer dreigend troet geweest, maar geen echte kans, dat kan ik niet zeggen. Ja, ik zeg ook niet van kansen, maar het spelbeeld wordt toch redelijk een evenwicht. Ja, als Veer de bal niet had, probeerde hem zo snel mogelijk te krijgen. En als hij de bal niet had, gingen ze de bus parkeren. Ja, dan de bus, ik denk als ze percentage balbezitting is kieken, dan zitten ze op 70-30% van de stijlzigheid. Maar dat toch niet veel kansen moet komen, is het verdienste van Sharon. Die, ja, nogmaals, de bus parkeren is goed reig. En goed, dan proberen ze een puntje mee te halen. Maar toch. Alles samenvatten, dit is het toch een redelijk amusante wedstrijd geweest, ondanks dat het koud was. En ik moet zeggen, ja, het was een leuke wedstrijd. Twee jonge ploeg die toch aardig voetbalden. Ja, goed. Wils zijn het hele seizoen eigenlijk al goed bezig. Sharon heeft personele problemen, begrepen. Dus ik kan me voorstellen dat die nu hier verkezen. Normaal is het ook een ploeg die hem aan de veuren toe voetbalt. Dus Sharon eigenlijk in een andere doen, een eigen doen, dan hebben we toch een meer spectaculaire wedstrijd gekregen als het is. Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat ze ook wat meer naar voren toe willen verdedigen dan open spel. Ja, goed. Maar ik kan het ook begrijpen dat ze dat niet doen. Gezien de situatie, gezien de vorm waar we momenteel in verkeren. Dat ze dat toch een beetje willen afschermen. Zo, succes volgende wedstrijd. En dan zien we ons achter 2 weken misschien weer en dan in de winterstop in. En succes nog voor het volgende seizoen. Komend seizoen. Er zit nog een hoop perspectief in. Dankjewel. Zo, proficiat jongens. Mogen we even de eerste doelpuntenmaker natuurlijk even feliciteren. Ja, dankjewel. En misschien zelf de goal maar eens even, want het was aardig cool gebleven. En dat wordt toch een knappe actie daar. In de 75e minuut, kwartier. Ja, goede bal van Boyd. Ik bleef links buiten staan. Goede bal van Boyd. Ik nam aan de borst. En ik kon ze gewoon zo doorlopen naar de goal. En de keeper stond een beetje verkeerd. En de hele korte hoek was helemaal vrij. Ja, het is ook lange tijd hoe tot de matchwinner zou speuren. Maar toen gooi je Randy toch nog het goed in het eten. Randy afgemaakt. En toen kwam de rechtsback in het spel. Dat was niet de mooiste goal eigenlijk. Het was best wel geschraveld op het middenveld. Ik intercepte volgens mij 2 keer de bal achter elkaar. Ik ging in een kaats maken met Giel Pirey. Ik kreeg hem goed terug. We schoten Jens geweldig in, maar hij rolde er wel in. Een belangrijk moment. Ja. Nou, het haalde ook een paar seconden voor tijd en we vinden eigenlijk toch de bevrijding. Ja, dat wordt een zegen binnen eigenlijk. Dat wordt wel gespeeld. Maar ik moet zeggen, we hebben dik verdiend. Ja. Jongens, proficiat met de overwinning en over de tweede plek natuurlijk te handhaven voor de winterstop. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dat is wel de bedoeling. Zeker. Ja. Oké, succes. Ja, top. Dankjewel. Dankjewel.